15 jaar geleden reed je op de fiets naar de bakker. Maar door dat fucking scootertje van die Italianen rijden vrouwen van 140 kilo door heel Nederland met Chinees voor de hele familie onder het zadel. Nico houdt niet zo van Italianen, maar is Nico Dijkshoorn eigenlijk een dichter? Moet een goed gedicht rijmen? De Universiteit van Nederland presenteert letterkundige professor Dr. Geert Bulens. Moet een goed gedicht rijmen. Voor eerst stel ik jullie voor aan de dichter met het grootste publiek uit de Nederlandse geschiedenis. De Italianen, acht ik rechtstreeks verantwoordelijk voor ons overgewicht. 15 jaar geleden reed je op de fiets naar de bakker. Maar door dat fucking scootertje van die Italianen rijden vrouwen van 140 kilo door heel Nederland met Chinees voor de hele familie onder het zadel. De scheve toren van Pisa, wat is dat dan voor armoe? Dat je met z'n allen eeuwenlang gaat staan juichen om een toren die langzaam ontdondert. Paolo Conte, schei uit! Als je met je stoppelkin op je toetsen van je piano gaat hangen met een hangend oog en als een achterlijk kaasboertje uit Milaan mompelt alsof je een stuk bedorven parmaham in je keel hebt zitten. Nico houdt niet zo van Italianen. Maar is Nico Dijkshoorn eigenlijk een dichter? Wat vinden jullie? Schouwen jullie wat je net hebt gezien als een moment van poëzie? Wie vindt Nico Dijkshoorn een dichter? Een zuinig kwart, als ik dat zo snel inschat. Is dat omdat hij geen rijmende verzen pleegde? Of zijn er nog andere redenen, die mensen die zo meteen kunnen bedenken waarom ze eigenlijk Nico Dijkshoorn geen dichter vinden? Omdat er geen ritme in zit. Dat is denk ik al meteen een heel interessant punt. Ik wil in dit college een aantal gedichten presenteren, heel verschillende, heel recente, maar ook veel oudere, die ongeveer iedereen meteen als gedicht zal identificeren. En dan gaan we op zoek naar wat is het eigenlijk dat we in deze context poëzie noemen. Het eerste voorbeeld, ongeveer 100 jaar oud, een gedicht van Martinus Nijhoff. Het heet Con Sordino. Ze zei tot mij: je bent een prins in bed. Ijsbloemen waren op het raam gesproeid. Ons lichaam, tot ontbinding toe vermoeid, was tussen koele lakens ingebed. De wereld is herboren na dit sneeuwen. En ik ben weer een kind na deze nacht. Wees goed voor mijn eenvoudigheid die zacht spreekt als een schilderij der middeleeuwen. Zie achter dennen het kasteel uitsteken en aan den einde als een schuine balk het zonlicht op het vrome landschap breken. Door twijland draaft een ridder met zijn lief. Hij fluit de honden en ziet de valk stijgen die van haar handschoen zich verhief. Dit is wat kenners noemen een sonnet. En waarom is het een sonnet? Het is een sonnet omdat het bestaat uit 4 strofen, rijmend, 2x4 regels en 2x3 regels. Halverwege dat gedicht, dus na de 2x4 en voor de 2x3, gebeurt er iets vreemds. Dan lijkt het gedicht een beetje te kantelen. En dat hoort zo in een sonnet. Dat noemt men in het Italiaans de volta. Dat is het moment dat je van de ene verbeelding naar de andere gaat. Wat is dat in dit concrete geval bij Nijhoff? Hadden jullie vermoedelijk al door. Dit is een gedicht over seks. Maar het is, zoals de titel ook al aangeeft, de titel Con Sordino, met andere woorden, met een demper gedempt. Het is een seksgedicht, maar niet voor BNN. Ja, het is een seksgedicht, laten we zeggen, voor de EO. Het is een seksgedicht kinderen toegelaten. Waarin dus wel wordt gesuggereerd, maar niet expliciet wordt gezegd. En in de vorm zelf is het eigenlijk even... Het is heel erg melodieus,
dat bleek hopelijk ook hoe ik het voorlas. Maar het is ook een gecontroleerd gedicht. En over die controle gaat het eigenlijk ook. In die Volta gaan we naar een tafereel waarin we ons plots in de middeleeuwen bevinden. En dan gaat het over de hoofse liefde. Nou, een hoofse liefde is, laten we zeggen, het totale tegenovergestelde van BNN-seksualiteit. Dat is grote passies onderdrukken en ze eigenlijk indirect representeren. En dat is wat hier gebeurt door de symboliek van die valk die van haar hand opvliegt. Ja, en dat staat dan eigenlijk voor wat in het eerste deel van het gedicht iets explicieter, maar toch nog altijd impliciet wordt gepresenteerd. Dit herkennen we als een gedicht, omdat het zo mooi klinkt, omdat het een klassiek overgeleverde vorm kent en omdat het gaat over de liefde, natuurlijk een van de centrale elementen in onze liefdeslyriek. Het volgende gedicht, lees ik een stukje maar uit, want het is een veel langer gedicht, is een gedicht dat ook bijna 100 jaar oud is. Nijhoff was 1916, dit is een gedicht uit 1917. Dus eigenlijk qua tijdperk heel erg vergelijkbaar. Het is een gedicht van Paul van Ostaijen en het heet Februari. En het begint als volgt. Dat is het eerste van de lente in de havenstad. Een volle bries van de stroom. Zo vol als het gelaat van een boerenjongen die in een mondharmonica blaast. Een bries die over de stad vaart en even onvermoeid is als die dorpsmuzikant. De wind die de eerste maal dit jaar een zelfstandige vreugde heeft gevonden. Enkel wind te zijn. Tomeloos, mateloos, ongebonden. Wind te zijn. Te waaien in de boom, in al de bomen. Geen enkele vertoont groen en toch is geen enkele nog winterdood. Tijd van de blijde boodschap. Zelfstandige tijd die een eigen leven scheppen gaat. Een eigen geboorte, een eigen leven, oogst en dood. Waar dat van Nijhoff een herkenbaar gedicht was over de liefde, zo is dit een even herkenbaar gedicht over de lente. De overgang van winter naar lente. Maar het is niet alleen maar een lentegedicht. Het gaat in deze context over politiek, dat sla ik even over, maar het gaat ook over dichtvormen. Een van de regels was tomeloos, mateloos, ongebonden. En dat is wat dit gedicht lijkt te zijn. Waar Nijhoff heel gecontroleerd is, keurige strofeopbouw, een keurig rijmschema. Zo zie je, zeker als je deze gedichten naast elkaar zet, zie je dat het linkse gedicht, dat van Nijhoff, inderdaad die regelmatige vormen vertoont en dat het rechtse gedicht, nou, dat waaiert uit. Er zijn eigenlijk geen strofen. Je hebt lange versen, korte versen. Rijmen doet het eigenlijk niet. Dus in die context is het een totaal ander gedicht dan dat van Nijhoff. Maar iedereen herkent het toch als een gedicht. Waar het eerste dus een rijmend sonnet is, betreft het tweede wat wij noemen vrije verzen. Ja, vrije verzen in de betekenis van niet gebonden. In het geval van Nijhoff was de vorm er eerst. Elke dichter weet wat een sonnet is, weet aan welke criteria het moet voldoen. Je zou kunnen zeggen dat sonnet, die vorm, dat is de mal. En daar giet Nijhoff zijn woorden in, met net voldoende lettergrepen en rijmwoorden, om tot dit resultaat te komen. Van Ostaijen werkt heel anders. Hij heeft eigenlijk helemaal geen mal. Hij heeft een soort van idee waar hij het over wil hebben. En dan waaiert het links en rechts het blad uit. Maar toch, ook in deze context, herkennen we dat heel duidelijk als een gedicht. En dat heeft iets te maken met wat daar vooraan aan het begin heel terecht werd opgemerkt. Het belang van ritme. Ja, het mag dan wel ongebonden zijn in de betekenis van geen voorafgegeven vorm en mal. Het betekent niet dat het helemaal zonder ritme is en dat er geen enkele soort van ritmische drive in zit, want die zit er denk ik heel sterk wel in. Dus in die context, gedichten van ongeveer 100 jaar geleden die heel verschillend zijn, die wij meteen als poëzie herkennen. Het volgende gedicht is 50 jaar oud, ongeveer 50 jaar oud, is van Paul de Vree en dat heet Revolutie. Rijmt dit gedicht? Ja, het is maar één woord, dus dat rijmt per definitie op zichzelf.
Waarom noemen we dit dan toch een gedicht, terwijl het eigenlijk helemaal niet de vorm heeft van een gedicht zoals we dat bij Nijhoff of Van Ostraaien zagen? Nou, wel omdat ook in deze context de inhoud en de vorm op een interessante manier aan elkaar gekoppeld zijn. Dit gedicht heet Revolutie. Wat zien we? We zien revolutie in cirkelvorm, maar er is iets mee gebeurd. Zou ik kunnen zeggen, onderste helft van de letters die hebben een slag gemaakt. Ja? Nou ja, dat is precies wat een revolutie is. Ja? Een revolutie is een soort van omwenteling. En die omwenteling die heeft zich hier in het woord voltrokken. Ja, dus op die manier zie je eigenlijk heel duidelijk dat de manier waarop vorm en inhoud op elkaar worden betrokken heel verschillend kan zijn, maar dat het er altijd wel is, die vorm-inhoudrelatie, om van een gedicht te kunnen spreken. Dat geldt ook voor het vierde voorbeeld, het meest recente. Staat op de website van Tonis Oosterhoff. Tonis Oosterhoff is een van de meest vooraanstaande Nederlandse dichters van deze tijd. Hij brengt poëzie uit in boekvorm, traditioneel zou je kunnen zeggen, maar hij heeft ook altijd gedichten op zijn website. Het zijn er altijd andere. Als je op dit moment naar zijn website gaat, dan is een van de gedichten Zelfportret 1972. Bewegend filmpje waaruit we een stukje nu tonen. Doet het gedicht niet helemaal recht, want het gaat online nog een tijdje door. Dus om de echte beleving te hebben, moet je dat even zelf bekijken. Maar wat je hier meteen al merkt, is hier ritme. Er is ritme in de manier waarop de woorden op het scherm verschijnen. En dat wordt extra door die beat beklemtoond. En het gaat dan ook nog eens over vastspijkeren en over zekerheid en onzekerheid in een bankaire context. Heel actueel gedicht. En in die context zie je dus hier dat, net zoals bij de voorbeelden, de vree Van Ostraaien en Nijhoff die eraan vooraf gingen, dat er over vorm en inhoud heel sterk is nagedacht en dat zij elkaar versterken. En dat is wat poëzie eigenlijk altijd doet. Volgens dat criterium kan je je de vraag stellen of de huisdichter van De Wereld Draait Door eigenlijk dichter is, wat ik vermoed dat als hij daar zijn Volkskrant-column zou voorlezen, dat hij niet echt heel anders klinkt dan wat hij als zogenaamd dichter in De Wereld Draait Door presenteert. Heeft dus niks te maken met het feit of hij rijmt of niet rijmt. Dat is een criterium dat in de poëzie natuurlijk nog altijd wel een rol speelt. Al speelt het eigenlijk in de officiële dichtkunst, als ik dat zo mag noemen, een heel bescheiden rol. Ik denk dat het rijmen in de Nederlandse cultuur eigenlijk vooral aan het begin van december bijzonder belangrijk wordt gevonden. En daarover gaat het volgende college. Thank you.